gaan. Mijn naam is Janneke Vos, maar een heleboel mensen die weten dat natuurlijk ook al wel. En er was op een gegeven moment, kijk, als je zeg maar wou geschreven en er komt dan een derde boek, dan weet je voor jezelf, je moet eigenlijk altijd wat extra's doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, om dan de zaal dan toch weer vol te krijgen, moet je dan misschien wel, wat is Roemeens, wat is Zigeuners, dat je gaat buikdansen. Dus ik dacht op een gegeven moment, misschien is het wel leuk als ik ga buikdansen. Maar er is een omslagpunt natuurlijk in een vrouwenleven dat je denkt van er is een moment dat je geld krijgt om buiten te dansen en er is een moment dat je geld krijgt om dat vooral te lopen. Dus ja. Ik dacht, misschien beter om het anders te doen. En toen kwam, en dat is ook een beetje eigenlijk het thema van vanmiddag, het heet kruisbestuiving. Pas door die dacht ik, hé, wat grappig in combinatie met deze foto. Maar toen kwam ook het idee kruisbestuiving. Naar aanleiding van Rondje Noord, een heleboel mensen die hebben het misschien ook wel zien. Ik was in augustus, was ik vanuit de Roemenië zomer weer over om een olle boontje uit te voeren. Dat was hartstikke leuk om Rondje Noord te doen.
En toen had ik op een gegeven moment, ik zat in Sibboen en toen had ik een dansgroep nodig. En toen belde ik Tineke Rauw, want die zit er in de buurt, of zij ook kon met een dansgroep. Nou, dat was niet het geval, ik kreeg je gewoon niet te pakken. Dat lukte niet, maar toen kreeg ik Lotte van hun een dvd opgestuurd en die heb ik in Roemenië bekeken. En wat kwam er op voorbij? Een prachtige buikdans op Roemeense muziek. En toen dacht ik van, dat is fantastisch als de grunnige dichter van Tineke Rauw vanmiddag hier bij ons komt buikdansen. Nou, dat doen ze. Dat hebben ze ook met verven door. De eerste nummer was dat in elk geval dus ook al. Van Zara, maar ze komt vanmiddag nog een aantal keer weer terug. Ik zal hem in een notendop vertellen het programma van hele middag. Het programma van hele middag, volgens mij, ik moet die tolven gewoon een beetje in zijn kant. Dat vind ik wel gauw, hè? Van Zara, de buikdansgroep, die komt vanmiddag nog in elk geval twee keer terug om voor ons te dansen en ons tenminste ook een klein beetje aanstekelijk te vermommen. En als je dat dan leuk vindt, dan kun je in de pauze ook nog terecht bij hun. Ze hebben ook een informatiekompje in de hal om je op te geven voor de cursus. Eerst ga ik jullie even vertellen, ongeveer tot, nou het zal zo'n beetje tot 10:45 wezen. Dan wil ik de eerste bouwgroep uitlaan, het eerste explosie, dat is hier net het paradijs. En dan hebben we het tweede gedeelte, dat zal dus zo'n beetje wezen om 4:15, gewoon weer verder. En het is toch de bedoeling dat we om 4:20 zo'n beetje klaar zijn. En om 5:30, ja, je bent natuurlijk altijd welkom voor een geweldige nazit. In de pauze hebben we het boek verkoopt, we hebben ook weer kaas meegenomen. En we hebben ook weer een geweldige bed, Disselbond met zijn met zijn rij, fellow. En wij spullen straks in de pauze. Maar ga, eerst even, wie verhol over ons leven in Roemenië, eigenlijk het afgelopen jaar. En misschien, Kidobi, het licht een klein beetje gedimd, zodat we wat beter zicht hebben op het beeld. Dat zal tenminste wel mooi wezen. Ik zei wel, kruisbestuiving is een beetje het thema van dit verhol van deze middag, omdat we dat, Atelik, mijn echtgenote en ik, het afgelopen jaar in Roemenië toch wel slim zo ervoren hebben, dat er eigenlijk steeds mooiere kruisverbanden komen tussen Nederland en Roemenië. En dat kwam op allerlei manieren tot uitdrukking. En het mooiste vond ik dit echt oer-Hollandse wasgoud, wat in Feyor bij ons in de Warbe de Moer is en de toon was ophangen. Dat vond ik echt een fantastisch, schitterend gezicht. Ook kreeg wie het afgelopen jaar hebben we ook weer verschillende mensen gehad die een excursie bij ons kwamen. En die bij ons kwam kijken van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk hè, op zo'n geitenboerderij? Hoe gaat het nou eigenlijk met Atti Janneke in Roemenië? En dan komen ze in de dood bij ons ter plekke kijken door de geitjes, door ons bedrijf, over dat down. En het mooie is, we hebben onze geit natuurlijk, ons geitenbedrijf hebben we hoofdzorgen of dat draait op herders. Herders die in de dood met hun kuddes in het veld lopen en de lampen zijn beruus en we kennen mensen, ze komen bekijken en die kennen foto's van mogen. Ik denk dat onze herders, dat is hier ook iemand een dom met Appie Dam, daar is op de foto zeggen, ik denk dat onze herders, de meest gefotografeerde herders binnen van Roemenië zo lang van aan. Dus dat is wel mooi. En ja, vooral de geiten, dat spreekt een heleboel mensen toch absoluut ook steeds weer heel erg aan. Gezelschappen ook, Debbie Oorskom, ja het is eigenlijk, wie ben je natuurlijk ooit mee begonnen? De mensen die het eerste boek lezen hebben, kennen het vooral misschien ook wel. Maar wie ben er ooit eigenlijk ook mee begonnen om zeer dankbaar gebruik te maken van onze buurman, Lionel, die in Roemenië dus in de Noordstols woont. Die man die had altijd kok geweest in een klooster. En die mocht er, die zei ik altijd, ik kan niet klein koken, dus die mocht er altijd enorme pannen met soep. En zo het eigenlijk het idee ontstond, als mensen bij ons komen, dan kunnen ze tegen een geringe vergoeding, kunnen ze ook nog bij ons eten. Nou, daar word ik inderdaad dankbaar gebruik van maken door een aantal mensen. Dus zelfs met misschien wat mee waren gebleken met één keer, maar dat valt eigenlijk best wel mee. Over het algemeen gaat het erin als zoete broodjes. Het goede nieuws is ook, dat is ook een verhaal wat in het nieuwe bouw voorkomt, dat onze Jonel zomaar per verrassing, per post, een compleet nieuwe pannenset afgeleverd kreeg. Dat vind ik nog steeds heel merkwoord, dat schreef je ook in het bouw. Van, goh, dit, volgens mij is het een typisch gevalletje van de vrachtwagen gevallen, ik weet niet hoe het precies zit. Maar in elk geval, hij kreeg op een zonnabeuk, kreeg hij een prachtige pannenset, viel hem in de dood ter deel. En sindsdien, ja, of hij beter kookt, weet ik niet. Hij vindt het een beetje eng om het spul te gebruiken als hij naar je pannen zit. Zijn tante, Matusha, is inmiddels ook een bekende uit de boeken natuurlijk. Zijn tante Matusha,
die is hier met onze bokken op stap. En dat is toch ook wel heel grappig, want Matusha is zwaar dementerend. Ze is zo gek als een cent, ik zeg het gewoon maar even zoals het is. Maar er is een aantal dingen wat ze op de een of andere manier nog heel goed weet van vroeger. Die pikt ze gewoon nog steeds weer naadloos pikt ze die op. En er is dan wel mooi, want die bokjes die lopen natuurlijk nooit het hele jaar rond in onze geitenkudde. Dus die bokken die lopen dan een gedeelte van het jaar apart. En er loopt of ik te wit of Ad, onze buurman Jonel loopt er ook wel mee. En soms dus in het dorp is een dementerende tante. En dat is dan heel grappig. Dat iemand die zeg maar eigenlijk van de wereld geen weet meer heeft, als je denkt vroeg van goh, wil je met de bokken gaan lopen, dan pakt ze de staf als vroeger en dan gaat ze er weer op staan. Dus er binnen wel verschillende mensen die de lezing de afgelopen periode ook die zeiden van goh, het is toch wel heel leuk en wat zal het mooi wezen als je hier ja, in Nederland, als je ook dat soort leuke dagbesteding natuurlijk had voor deze mensen. Nog meer in de zin van de kruisbestuiving, de uitwisseling. Een van onze ja, hulpherders, hij gaat natuurlijk nog naar school, Mihai, die regelmatig bij ons invalt als herder, maar eigenlijk met allerlei soorten klusjes, die is vorig jaar met Ad door Nederland geweest. Want die wordt toch wel hoog hier, was nog nooit in Boetland geweest, en die wordt toch wel hoog hier, ook eens een keer, houdt het door wel allemaal uitgooit. Nou, zo'n jonkie natuurlijk zien ook niet, hè, een hele dikke trek, en hier kwam ze onderweg zo meteen, er was natuurlijk weer op de foto. En natuurlijk ook voor Mihai een dagje Amsterdam met de watertaxi. En het is hier toch wel heel erg leuk om jongens van die leeftijd, Mihai die is nou 18,5 denk ik zo'n beetje, denk ik joh, om kennis te lopen met het land Nederland. Want we hopen mee natuurlijk een soort, nou ja, inderdaad, dat is niet net een paradijs, dat is echt een paradijs. Nederland aan de andere kant van Europa, dat is gewoon echt een paradijs. En het was wel zo dat toen Adam uiteindelijk vroeg aan het eind van die reis van als je nou moest kiezen, waar wilde je dan naartoe? Dat men hij toch zei van nou, ik ga in elk geval toch zeker wel terug naar Roemenië. Want dat is in elk geval toch Sint-Oesland. Dan vond hij het toch wel het allermooiste. Nog meer uitwisselingen, dat is dan ook wel heel grappig. Kijk, Ati is natuurlijk boer en die doet er regelmatig wat met landbouwmachines. En bij hem Roemenen over het algemeen, ja, lopen ze door natuurlijk nogal slim en achter. Maar dat willen ze wel inholen. Dus mensen doen er wel eens een beroep op hem om te vragen van, ken je voor ons niet een bepaalde machine in het buitenland kopen? Nou, in dit geval kwam dat verzoek van de familie Bierisch. Dat zijn grote schapenboeren die ook vlak bij ons in de buurt werken en waarmee we ook heel nauw samenwerken. En die zeiden dan op een gegeven moment, we willen wel naaien combine, willen we wel hebben. Dus dat leek hun wel wat. En dat ding, dat had Atik zo via internet hadden dat vonden en daar was uiteindelijk in de keuze opvallen. Maar ja, de mat dat spul nog van het grun, want er stond in de doors, mat in nog helemaal door de waren bij de moeders in Roemenië. Dat is geen sinecure. Het is wel handig, zo is ook alweer gebleken, het is wel handig dat je dan in elk geval goud je boy de ton spreken. Want ik weet nog op een gegeven moment, toen was er een van de chauffeurs, die belde mij en die zei van we zitten in de buurt van Groningen, maar we hebben eigenlijk geen idee, want we staan hier in de file. Nou, terug in de repetitie belden ze vanuit Vlachtwedden van, we staan hier al een uur op die jongens te wachten. Hoe zit dat nou eigenlijk? Dus dat is dan toch wel heel grappig dat je met je Roemeense, met je Nederlandse, die jongens een beetje richting Vlachtwedden kan helpen en de mensen in Vlachtwedden uit kan leggen waarom dat het allemaal zo lang duurt. Nou, uiteindelijk die combine, die is op de aanhanger terechtgekomen. Ja, eigenlijk op een manier dat je zegt van, dat is volledig ondenkbaar, dat mag eigenlijk niet, het spul is veel te groot. Maar ze hebben het risico toch nog, en het is uiteindelijk is het ook goud aankomen in Roemenië. Het paste er eigenlijk maar net bezuinig op. Maar het is een goud aankomen in Roemenië. En hier ben ik het spul er van af aan het lopen op het station in Jermoed. Jermoed is de gemeente waar we onder vallen. En door is het spul aan het overlopen en in mijn koor zetten, zodat het ding eindelijk een klein beetje ook eraf kan. Een ander soort van kruisbestuiving, ja, dit is inmiddels een legendarische foto. De grap was dat we werden op een gegeven moment in juni werd die opbeld en dan nam aan de andere kant van de telefoon hoorde ik Roei en ze zei, wie ben van Burkenaai, maar die zit op momenteel met de VMU vandoor. Wie zit namelijk in Tango Morris en die wilde eigenlijk begeerden die hem langskwam. Zonder dat ook kennen. Ik zei, nou Roei, dat ken je wel. Ik zei, maar ik heb misschien een goed tijd om even koffie te drinken, maar we hebben het hartstikke druk. Want alles moet nog van het land af, we hebben het hooi en binnenaan of duzelle, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik zei, maar je kind wel langskomen. Ik zeg, en je mag alles fotograferen wat leus en vast zit. Ik zeg, maar weet je, het hebben we waarschijnlijk helemaal niet. En toen zei Roelie, ach zeg, maar mijn man die had altijd poer geweest, die kinderen je wel op een trekker zit. Dus ik zei, hier aan. Dus dat was wel mooi. Want toen zat gezien, zei ze dus op de achtergrond, die vullend wist, zijn we bij ons op een trekker.
En nou ja, het was een putje, zei Atheen, van zo'n anderhalf uur. Dat was nu eigenlijk was het veel langer. Maar dat geeft niks. Het moeilijke was wel, het was niet of wat te groot. Dus gezien dat het goud voor de koers had. Maar het grappige is dan toch dat je ziet dat Nederlanders dit weer bij ons aan het werk zijn met de Roemenen. En dat is ook heel mooi om te zijn. Hoe mensen die met mijn koersstoel waren, ook al verstoor ze mijn koersstoel eigenlijk helemaal voor geen meter. Roelie zat daar op de trekker, daar was druk bezig om de lammetjes de fles te geven, zoals je op deze foto ook kunt zorgen. En het leuke was, ze had zo amper hand nog meer vrij om te eten tussen de middag. Dus hier vouw het gezien is heur, terwijl ze het lammetje vouwt. We hadden meer belangrijk bezoek, ook dit jaar van onderlijk en heleboel mensen, trouwe luisteraars en kijkers van RTVO, die herkennen je vast wel. Ellen Bourgogne van Radio Tegenwoordig en ook bij UWS. Die waren slim vereerd, het zat al tietje in het vak. Maar het is er dan, uiteindelijk is het er toch van komen. En Ellen bleek ook een zeer nuttige aanwezigheid, want die waren ook rond de tijd met onze kleine geitjes op pad. En dat spul dat mag nog een beetje leren om alleen nog te vertrekken van de stal. Dus dat wil eigenlijk de nog nooit recht doorlopen. En dan heb je wel zo dat de oortjes aan de volledige andere kant op loopt. Maar ik moet zeggen, Ellen Bourgogne die mocht er door korte wetten met om door achteraan te borstelen en de lammetjes gewoon weer terug te brengen waar of ze wezen wou. Dus dat voldeed weer prachtig. Sowieso in meerdere opzichten. Ik zeg wel eens, meestal met je ons volk aan het waak, ja, je zult moest zeggen van aan het waak, al dan niet vrijwillig. Maar zelfs wat er gewoon heel veel gebeurt, maar inderdaad doen ze eigenlijk altijd fantastisch met. Dus hier ben ik het hooi aan het binnenhalen. Nou, Ellen die zit er achterop, ik zit er achterop. En Furf zit zoals mijn kapper, Dirk uit Hogezandsappermeer. Jawel, die was er achterop. En die had de handboeien aanstoken om het mee te doen. Dat was echt werkelijk fantastisch. Hier is die prachtige zonnebril. Hij is er nog een gozin onderwezen, heb ik begrepen. Het was hartstikke zonne, maar in de hitte van de strijd, die sneuvelt er wel eens wat. Maar we hebben een geweldige week gehad met zien allen. Het is een kaderhut. Kijk, het was ook, ik heb Ellen Bourgogne natuurlijk als collega ook jaren witmocht en ik had volledig, er kwamen onvermoede kanten van hun persoonlijkheid kwamen aan de oppervlakte toen ze bij ons op de boerderij was. Ik denk dat er aan Ellen Bourgogne een geweldige boerin verloren geworden is, want dat is toch echt een werkpeer van je welste. Dat was echt fantastisch. Die hadden gelukkig ook nog wel tiet om een klein beetje leuke dingen te doen. Dat was absoluut wel zo. En het leuke was, Ellen had ook altijd peerdrinken met me, dat ik nog in Nederland woonde. En ik vond het ook heel leuk om met haar te gaan peerdrinken op onze IJslandse peer in Roemenië. En dat hebben we dus ook gewoon met z'n beiden. Hier zit ze in de doodgepeerd en hier gaan we met z'n beiden de prachtige heuvels van Roemenië in. Dus er was ook wel degelijk tijd voor ontspanning. We hadden een hele schiere ovende, dat is absoluut zo. Dit is Ellen Bourgogne. En die man met die pet op, die herken je natuurlijk nog. Dat is trouwens nog een cadeautje van, ik dacht dat het Jan Beijering was, uit Vlagwedden. Dat is een vosbiermuts. Ja, die heb ik ooit van een kreeg. Maar op die muts gooit het een schaalrolschreuder. En die kennen heel veel mensen natuurlijk wel als Zeppo. Ook in de rood, een collega van Radio en TV Noord. En kijk, ik zei het al, mijn kapper was er ook bij. Dus dat is ook gesteld hoor. Dat is onvoorstelbaar, maar inderdaad, ik vertel je dus op een gegeven moment aan de Romein in de dorp dat je een kapper invlogen is. Dan denk ze echt, nou, het is toch onvoorstelbaar dat je je kapper in laat vliegen om je portuurtje zit op. Maar goud, dat was natuurlijk gewoon ook zijn vakantie. En dit pakte tussendoor, dit pakte mijn horen met. Dus dat is een hartstikke mooie win-win situatie is dat. Een ander hoogtepunt in wat op een kleinere school. Ik vond het heel erg leuk dat we ook dit jaar voor het eerst de dochter van Ad met onze kleinkinderen op bezoek kreeg in Roemenië. Dat was een hele reis, een hele onderneming natuurlijk. Dat past ook allemaal net in de schoolvakanties. En de grap was, het was in het begin was het wat verveeld, maar zij moesten het vliegtuig terug hebben en toen waren we terug op het vliegveld. En toen moesten ze de straf nog verder doorgebleven. Maar toen mochten ze niet meer met. Maar gauw die vader, die hebben ook fantastisch door onze zin gehad met z'n allen. En hier zitten ze in het prachtige vuurjoor. Het was dan helemaal in april. Het was nog allemaal heel cool. April, mei zo'n beetje. Toen waren ze bij ons op vakantie. En voor die jongen was dat natuurlijk een geweldig feest. Alleen nog al die geit nou. Het had mij veel scheeld of ze hadden met z'n beiden aan onze hele geitenstoppel de heuvels in elkaar dreven. Want ze vonden het geweldig om achter die geit na te zitten. Natuurlijk, dat was een fantastisch feest. En hier ben ze met z'n beiden te kijken hoe opa de grasmaaier aan het repareren is. Dus dat is inderdaad ook een fantastisch mooi moment eigenlijk in onze, in het afgelopen jaar eigenlijk dat we in Roemenië waren en veel aan uitwisseling toch ook wel door hebben. Dat was een
beetje de highlights van het jaar. En nou verder eigenlijk, want het zal heel veel mensen zullen zich dat hier afvragen. Hoe gooit het nou eigenlijk precies met u? Hoe gooit het nou toch met het bedrijf? Want naar aanleiding van de eerste twee boeken, ik zeg wel het eerste boek, De Witte Vrouw van Moeres, dat was een beetje van, nou, we gaan naar Roemenië, dat we lachen, man. En het tweede boek is een beetje van, we zitten in Roemenië, ik wist niet dat het zo erg was. Dat is een beetje de strekking van het tweede boek. En een heleboel mensen vroegen toch van, nou, hoe is het nou uiteindelijk? Hoe gaat het nou daar zo'n beetje? Nou, dit is onze geitenstal. Die is afgelopen zomer ook op de foto gezet. Hij is nog steeds niet helemaal af, maar toch wel in een heel groot gedeelte is hij dat wel. En het gaat eigenlijk best heel erg goed. En dat staat en valt natuurlijk ook met twee dingen. De gezondheid van je dieren, onze geiten. Die hebben in totaal nu zo'n 750 geiten hebben we. Waarvan zo'n 450 geiten aan de melk. En die melken nog steeds tot volle tevredenheid met onze Groningse melkstal van de Vegafarm uit de stad Groningen. Dat vind ik nog steeds heel leuk. Dat we aan de andere kant van Europa met een Groningse melkstal werken. Met onze geitjes gaat het dus verder heel goed. Maar wat je de eerste twee boeken ook al lezen hebt, wat vooral heel belangrijk is, is goed personeel. Nou, in het tweede boek was er al sprake van deze man. En ik kan je ook tot grote vreugde kan ik je melden dat het nog steeds heel erg goed met hem gaat, maar ook met ons gaat. Dit is onze Dorel. Dorel is zigeuner. Hij is al meer dan een jaar bij ons aan het werk. Dus dat gaat heel goed, want de meeste zigeuners, de meeste herders, nou ja, die hadden eigenlijk maar een blauwe maandag en dan gingen ze er weer van deur. Hè. Dan was het of de drank, of ze verkochten een geit achter onze rug om, of ze waren gewoon weer spoorloos verdwenen. Dus er waren eigenlijk allerlei problemen, waardoor mensen nooit aan bij ons bleven. Als je geen goed personeel hebt, je hebt geen goed personeel, dat is gewoon een drama. Dan kun je gewoon eigenlijk helemaal niks meer. Maar met z'n beiden kun je zo'n geitbedrijf gewoon nooit aan de gang houden. Nou, Dorel die werkt dus inmiddels alweer als een jonge bio's. Het leuke vind ik ook, hij heeft een vrouw en vier kinderen. En dat hij nou van zijn eerste salarissen, hij heeft nou een klein stukje grond gekocht. En dat is niet zo heel ver bij ons vandoor. En dan gaat hij dus zijn eerste eigen echte huis bouwen. En dan vind ik dat toch wel mooi, dat je op die manier... Ik bedoel, wij bent geen filantropische instelling, zo simpel is het. Maar het is toch wel heel erg mooi als je op die manier een bepaalde vastigheid, een bepaalde toekomst... een bepaalde basis kan bieden aan deze mensen, hoe ze dus in de doorgaan fruit kennen. Want het is natuurlijk toch wel een zigeuner, nou, er is weer heel veel over gebeurd natuurlijk, heel veel over te doen geweest, ook in de Nederlandse media, heel veel ook in Frankrijk is natuurlijk gebeurd met zigeuners, en ik vind het altijd toch wel heel leuk om te vertellen dat wij een hele goede hebben, die al meer als een jaar bij ons werkt, sterker nog, als Ad en ik zonder Nederland gewoon, dan doen we dat soms voor een dag of 10, een dag of 14. Dan neemt onze Dorel gewoon alles waar en dat gaat hartstikke goed. Ad zegt trouwens vanmiddag wel, het grappige is, het liefst een echte Roemeen. Hij heeft wel mogelijk, ik hoop dat ik daar me goed zie, Jim. Hij heeft twee petten over elkaar op, dus hij heeft nog steeds een dubbele pet. Dus dat is wel heel grappig. Maar dat gaat dus heel erg goed. De afgelopen winter hadden wij ook een fantastisch team. Dat is wel grappig als je een goede herder hebt. Die hebben ook altijd familie. En in die familie zijn altijd wel mensen die werk zoeken. Dus helemaal op rechts dan zie je Dorel. Dat is zeg maar zo'n beetje de kleinste van het stel. En in het midden was een neef van hem, dat was Danoes. En helemaal op links die hele grote, dat was Daniel. En dat zijn eigenlijk de drie herders. Het is allemaal familie van elkaar. Daniel was weer een zwolger van Dorel. En die hebben eigenlijk met z'n drieën, ja met ons erbij, hebben ze ons door de winter heen loodst. En de winter is natuurlijk een heus spannende periode voor ons ook altijd. Want dan heb je de lange tijd. Maar het is dan ook de winter is dan ook op zijn strengste. Dus dan heb je gewoon temperaturen van tussen de min 18 en de min 23 graden. Dus dat is wel pittig. En het is gewoon dan heel belangrijk dat alle jonggeboren geitjes het wel goed hebben, dat ze goed gevoed worden. En je hebt er natuurlijk altijd een stel tussen wat geen goede moeder heeft en wat onvoldoende tevreden krijgt. En de jongens die hebben ook daar met melk in de fles, hebben ze dat gewoon super geweldig, hebben ze dat opgelost. Dus dat is echt een heel mooi team. En misschien doen we dit jaar wel weer met hetzelfde team, want dat is toch een beetje, of naar. Het probleem is, wij hebben natuurlijk niet zulke, wij hebben geen het hele jaar rond de drie herders nodig.
Maar het punt is ook dat je dus met heel veel Roemenische jongens en ook met die twee jongens op links, ja, die gaan dan op een gegeven moment, als het summer wordt, gaan ze weer naar de fruitpluk. Hè, dan gaan ze naar Slovenië, Bulgarije, naar Griekenland, overal gewoon ze heen. En Italië, of ze gaan naar de constructie, dat gebeurt ook heel veel, Duitsland, Oostenrijk. Dus je bent ze eigenlijk altijd in de periode van de summer, ben je ze kwiet, want dan gewoon ze wat anders doen. Want dan kunnen ze uiteindelijk, dat is natuurlijk ook zo, ze kunnen het boekland voor veel meer geld verdienen. Maar ja, het leven is daar ook veel duurder natuurlijk. Dit is nog even een foto van onze geiten in de winter, want onze geitjes die komen in de winter ook gewoon boem. Dat wil zeggen, als het niet te hard waait, en het ijzelt niet, zeg maar, en het sneeuwt niet heel erg, dan kan zo'n geitje prima naar buiten. Het is natuurlijk geen schaap, dus je moet er wel een klein beetje voorzichtig mee wezen, want ze hebben niet zo'n hele dikke laag met wol. Maar het is natuurlijk wel een dier wat ook in de winter toch zijn vreemde boem wel kan vinden. En een beetje knabbelen aan het gras, een beetje knabbelen aan de boompjes, een beetje knabbelen aan het riet wat er nog stort. En zo vinden ze toch nog wel een wezenlijk deel, bestanddeel van hun eten. Dat vinden ze natuurlijk ook het beste wel binnen. Als je een beetje mooi, ik neem het maar voor, als je een beetje mooi wintersport weer hebt, dan is het voor een geit ook heel erg gezond en ook heel mooi om boem te wezen. Dit is wel een mooi overzichtsplootje van het dorp waar de boer is in de winter. En nou ja, je kent het zo'n klein beetje, ik zal een klein beetje aanwijzen natuurlijk. Onze hond die zit voor ons, onze Tyra is inmiddels ook alweer 10,5 jaar. Kijk, dit is dus het dorp waar de boer is. En volks zijn mensen ook, als ze de andere foto's zien van het landschap, dan zeggen ze van, goh, jullie wonen wel echt in de negorij, hè? Daar is je niks te beleven, daar is je helemaal niks. En dan zeg ik altijd van, het is betrekkelijk. Ik zei dat als wij 2,5-3 kilometer over de weg naar door de heuvels, zeg maar, richting de grote weg gaan, dan zitten wij ook binnen de kortste keer op de internationale highway tussen Boekarest en Boedapest. En zeg ik er altijd bij, als ik wil, zit ik binnen een half uur bij de McDonald's achter een Big Mac. Nou kun je natuurlijk afvragen of dat de toppunt van civilisatie is, maar het geeft toch wel aan dat er ook wel wat stedelijke ontwikkeling bij ons gaande is. Dus dat is in elk geval, is dat dik in orde. Onze eerste lammetje is natuurlijk ook een prachtig mooi plooitje. Ja, dat is altijd weer een heugelijk moment. Ik bedoel, je weet nu eindelijk, weet je wel dat er een heleboel opkomst is, hè, dat je een heleboel lammetjes nog kreeg. Maar de eerste is toch altijd een heel bijzonder ding. Oh, ik denk door dat Mark hem in elk geval, Mark hem er in elk geval wel intussen zit, maar dat is gewoon een hartstikke mooi plootje, vind ik dat. Dit is ook een mooie foto in het voorjaar van een van onze herders. Van, ik denk dat dat Doro is, maar daar gok je straks voor door, dat ik nog even over vertel. En dit bent een geiten zoals ze bij ons elke dag weer met de herders deur de velden heen lopen. Op de momenten dat ze de boete van die melken ze natuurlijk 's ochtends. In de zomer, als het heel heet is, doen we dat rond siesta tijd rond de middag. Maar anders dan doen we dat zo 's ochtends vroeg. En hier bent ze dus, vind ik iedere keer nog weer een prachtig gezicht. En de mensen die bij ons komen, die vinden dat ook een prachtig gezicht. Vind ik in elk geval heel mooi, de geiten zo puur natuur met een herder door het veld. Andere belangrijke wijzigingen op het huiselijke vlak was in elk geval ook dat wij een gemodificeerde kachel kregen. En dat was een hartstikke mooi gezicht, want het is nog zo, we hebben zo'n olle speksteen kachel en of zo'n olle terracotta noemen ze dat, een soba met terracotta. En dit is dus nice dat je een service nummer hebt, zo van dat kan je dan wel, maar dan komt het naar de doel. Maar je moet dus echt iemand opzoeken via, die dat oude ambacht nog beheerst. Want een heleboel mensen, die hebben natuurlijk tegenwoordig ook wild zo, die mee is centrale verwarming, weet je wel. Dus die onderkachels, daar zitten helemaal niet meer op te wachten. Maar uiteindelijk vond ik dus via, vond ik meneer Wolf. Nou, dit is wel grappig, die heet dus Fors. En zij vroeg, ik vroeg wel een heetje, zei Wolf, zei ik ben Fors, dus we hebben direct een dikke vriend. En meneer Wolf die is toen bij ons geweest en die heeft voor ons de kachel gemodificeerd zodat wij ook op hout konden stoken. Want wij stookten hem op gas, maar dat holde niet recht in, dat gat was te klein. En dat betekende dat als het in de winter in 20 was, zaten wij toch met de holtkachel aan en alle ramen open. Kijk, dat schiet niet echt op natuurlijk, maar wie kwam er normaal in? Die smoren in de rook. Dus dat was hartstikke mooi, dat het kanaal met grote mocht. En nou kunnen we in elk geval lekker de kachel stoken en we kunnen gewoon ook nog wie in de kommer zitten. Dat is wel heel prettig. We
hebben nog meer tijd, kan ik eigenlijk wel zeggen. We hebben meer tijd eigenlijk dit jaar om ook andere leuke dingen te doen. Ik was al heel tijd in plan dat ik onze zomerkeuken een verfje wil geven met het mooie blauw en het groen wat het uiteindelijk geworden is. Nou, dat is ook gebeurd. Hier nog even een vooruitzichtje. Dus het is inderdaad letterlijk een heel nieuw aangezicht, een nieuw gezicht. Er is nog steeds heel veel werk te doen hoor. Maar ik had toch de indruk dat wij door de stabilisatie, hoop ik toch een beetje van het geitenbedrijf, de stabilisatie ervan, dat we een beetje weer team hebben veranderd in. Een ander gezicht gaan we ook op een ander vlak. Ik heb hem al in Nuit. Dit is onze Doru. En Doru die werkt sinds dit voorjaar werkt ons als herder. En de mensen die het eerste boek lezen hebben, die kunnen zich misschien ook wel herinneren dat wij toen wij de geiten kochten, toen hadden wij er een jongen bij en die wil hartstikke geen herder wezen. En dat ging, ik dacht, een dag of 10 goed. En toen wilde ineens 2 keer zoveel geld en anders ging hij er van deur. En toen hebben wij gezegd van nou weet je wat, dan ga je maar. Dat was gewoon idioot. En achteraf bleek wij, ja dat bleek toch ook een klein beetje dat vooral zijn gropperige moeder achter zat, want die had zoiets van die Nederlanders die kind best wel 3 keer zoveel dokken. En nou ja, toen is hij dus bij ons voortgekomen. Dat vond mij heel erg jammer. Ik heb toen uiteindelijk zelf een dag of 8 heb ik met een gein rondgehobbeld. Was wel weer een fantastische tour. Levert altijd weer nieuwe verhalen op, dat dan weer wel. Wat leuker was eigenlijk dat hij begint met Feujor, dat hij eigenlijk bij ons de geitjes kwam kieken, omdat hij zelf, hij had toen ook al, hij had kleine geitjes, hadden altijd al gehad. En hij had een geitje en die had geen goede moeder en dan moest zeg maar, er moest melk in. En hij gaf die beestjes koeienmelk. En toen zei achterin aan mij, zei, dat moet je helemaal niet doen. Je komt maar bij ons om wat geitenmelk op te halen. Want zo'n kleintje moet geen koeienmelk, die moet geitenmelk hebben. En toen kwam Doren dus steeds bij ons op de stal, elke dag, om geitenmelk te holen. En dat was ze eerst om de melk te holen. En Lotte bleef bij de jongens van hangen. Lotte ging ook een broodje weer eten, een kopje koffie drinken. En niet veel later ging ook met de jongens aan de wandel in het veld. Wat zegt hij? Die herders die kennen misschien niet zo goed het terrein als ik het ken. Dus het is wel heel mooi als ik ze dan een beetje begeleid. En trouwens Doru eigenlijk min of meer, ja eigenlijk al bij ons aan het werk. En toen heb ik dus aan een voogd, wil ze toen bij ons terugkomen. Uiteraard voor een redelijk salaris. En toen moest ze even over nadenken, want hij vond het best moeilijk. Hij was natuurlijk altijd zo vrij als een vogelbest. Maar hij heeft uiteindelijk toch gezegd van ja. En het leuke was ook, hij had dus natuurlijk nog geitjes. Maar ja, als je fulltime jongens aan de slag bent om geitjes, met geitjes te lopen, dan heb je geen tijd meer voor zijn eigen geitjes. En toen kwam hij dus op een avond zijn eigen geitjes. Kijk, hij kwam zijn eigen geitjes bij ons brengen. Of het dus goed was dat hij bij ons in de kuddes meeliepen. Dan kon hij gewoon, hoefde hij niet met een huisstoel om voor zijn eigen geitjes te zorgen. Dan kon hij gewoon in onze groep met wandelen. Ik vond dat een heel mooi moment, omdat het eigenlijk via een omweg toch weer helemaal goed kwam. En dat is dan toch wel heel erg leuk om dat te merken. Ik vind het ook hartstikke mooi dat het nou bij ons herdert. Het is een zeer welkome aanwinst. Ik vind het een hele goede herder. Een andere goede kracht van ons, ja zo zie je maar. Zo heb je nooit personeel en zo kom je erin om. Dat is dan wel een prachtige midvaller van dit jaar. Een andere goede kracht van ons is de zoon van Dorel. De zoon van Dorel, dat is Lazer. Lazer is nou 16 jaar en God is nog naar school. Maar in het weekend en in de vakanties komt hij eigenlijk altijd wel helpen. Of als we een probleem hebben, en dan komt hij als invalkracht. Het is een hartstikke goed jong. En hier is hij dus ook met zijn hond. Is op stap met een van onze kuddes geitjes. En hij werkt heel hard, ik vind het grappiger, ja dat weten we natuurlijk helemaal niet, maar die gele stevels, die heb ik nog gekregen van Mirjam Salet. En iedereen weet vast nog wel of dat was, die was burgemeester die wel gezant zat om leren, dat vind ik zo grappig. Dus als iemand nog contacten met hem heeft, laat maar een woord dat hun stevels heel goed terecht komen. Dat nou onze herders in de warme de moer is de dag wel gebruikt van, dat vind ik echt heel grappig. Nou, dit is een andere goede kracht voor ons. Ik zei het al, het is een prachtige kerel. Die kinderen vult alles bruut, maar die kinderen wil gaan trekken. Die hij is midwest naar Nederland en helpt ons ook op dit moment met de boerderij. Als we in het weekend de nood aan de man is of in de vakantie. Want voor hun geld, hij gaat natuurlijk nog steeds naar school. En hier staat hij ook op de foto met een heel bijzonder bokje. Het is inmiddels een gecastreerd bokje. En ik zeg het is een nazaat van Long John. En dat zegt je natuurlijk helemaal niks. Maar dat is ook een klein beetje de trigger. Want de dodenmars van Long John is een mooi verhaal. En dat staat in de eerste bouw. En dan mag je dus allemaal komen als Brigitte de plootje deed. Het is maar dat ik weet. Goed, wij hadden natuurlijk ook andere
jong leven. Niet alleen de geitjes, we hadden ook weer heel veel mooie IJslanders veulentjes. Hadden we ook dit jaar. Kijk, hier is een overzicht van onze merries met veulens in het natuurgebied zoals ze bij ons lopen. Dus er waren een heleboel goede ontwikkelingen. 6 merrieveulentjes en 1 hengstje hadden we dit jaar. Dus dat geeft ook wel aan dat er een rijkdom en wilde voor elke berenboer. En af en toe heb ik dit jaar ook wel tijd om erop te zitten. Dat was in het verleden ook nog wel eens lastig. Dan hadden we een heleboel beren die allemaal geen tijd om erop te zitten. Maar dit is ook een foto. Ja, dan had ik, dat was in de zomer, ook tijd om gewoon met mijn good old Grimsy, die is al met 20 jaar, om in het dorp met huur te gaan beerdrinken. Mijn echtgenoot heeft nog nooit zoveel tijd op Petering. Daar is meestal met dwarsliggende ezels op stap. Ja, sorry, dat is een grapje. Maar, nou weer in Nederland, hè? Ja, oké, wie zit? Dat is 1-1, hartstikke goed. Ook zo onwillig, hè? Ja, klopt. Dit is een foto, refereert ook door een verrol in het bouw. Dat is wel mooi. Biris, die familie Biris, die schoppenboer, die had dus een ezeltje. En dat ezeltje won naar Bieder Kuddebriep. Die sjouwde steeds 3 kilometer terug om bij onze IJslandse peren te storen. Die was helemaal gek en helemaal verliefd op onze IJslandse peren. Dus Ad was gewoon hulpvol onderweg om die ezel weer terug te brengen met de Biris. Ja, ook niet al te volgen. Op een gegeven moment zeiden we van, als je hem nou niet bij je houdt, dan leg hem op de barbecue. Nou, dat was een effectief dreigement. Maar Noritiek hebben ze hem verkocht, want ze kon het ezeltje gewoon de nacht van overbrengen om elke keer maar weer Pieter Kudde school weg te lopen en bij onze pitjes aan de andere kant van de droom te laten soms wel te slopen staat. Ze was een heel aandoenlijk gezicht. Maar goed, dat is het verhaal van het ezeltje. Voor details zie ook mijn derde boek. Nou, een andere belangrijke ontwikkeling is mijn vogelhuis. Ik ben zo verschrikkelijk wies met mijn vogelhuis. En mijn vogelhuis dat is dus een houten hut in de tuin. En dit is er nog in de winter. In de winter is ze ook prachtig. Alhoewel, toen was ze nog niet geïsoleerd. En toen zaten er vooral een heleboel andere. Er zaten kipmeer van Jonel. Er zaten ook veel moezen neer. Want alles trok in de warmte van het vogelhuis natuurlijk. Maar die was nog niet helemaal goed dicht. Maar inmiddels stonden de zorgen er wel een klein beetje beter voor. Want is de zomer is ze geïsoleerd. Kijk, dit is het interieur. Hier schreef ik dus ook mijn columns. Hier schreef ik mijn bouw. Maar wat je net is ook zo'n. Het is een heerlijke plek in de tuin, word je gewoon heel overgeleden kan zitten. Dat is gewoon echt fantastisch. Heerlijk geïsoleerd. Kijk, dit is in de zomer, hangmatje de veur. Uiteraard lig ik daar niet zo heel vaak in, want er is genoeg werk te doen. Er zit inmiddels ook een deurtje in, maar het is een subliem plekje. Ook voor mensen, die door hangt die hangmat er ook, als wij een keer gasten hebben. Ik zal niet verklappen wie of dit is, maar we hadden ook een keer bezoek en dat was redelijk vroeg in het voorjaar. En die logeerde dus in het vogelhuis, dan is het nogal fris. En zo fris dat je zeg maar onder dekbed ligt, maar met je muts op. Met je muts op. En dan hoor je het in elk geval lekker warm. Maar goed, ik zei je wel, hij is nou geïsoleerd, dus alles gaat een beetje beter. Goud. Ons huisje in het groen. Dit is ons huis in de Warburg de Moores. En al met al, kan ik toch wel zeggen dat we het gevoel hebben dat we eindelijk dan toch, al duurt het toch weer langer dan je denkt, de kop een klein beetje door het hals te brengen. En dat het. Ja, met een heleboel dingen te mogen worden, dat dingen bang zonder gewoon, er binnen ook absoluut tegenvallers, dat je in Nederland niet zonder overkomt. Maar het kind in Roemenië dus allemaal wel. En soms hebben Nederlanders door een dikkere vinger meer in de pap dan dat je denkt. En als je nou denkt van dit is wel heel cryptisch, dat is niet om flauw te doen, maar in die bouw schreef ik ook het verhol Balamoek. En Balamoek is een typisch Roemeens begrip. En dat betekent van als je het ene probleem hebt opgelost, klopt het volgende alweer aan de deur. En we hadden een heel groot probleem onder meer het afgelopen jaar dat onze melkfabriek geen geld kon betalen voor de melk. En dat was een heel vervelend probleem. Het was ook niet hun schuld, want dan denk je, oh die waardeloze Roemeen, weet je wel, die bakte weer een dikke pauwenhoop van. Dat was niet zo, maar het had dus puur ellendig te maken dat de distributie van de kaas van de ene op de andere dag werd stopgezet. En dat was door onze eigen Friesland Campina. Dat is een Hollands bedrijf, waarvan je zoiets helemaal niet verwacht. Maar ik schreef in het boek, misschien durven ze op 2000 kilometer afstand wel, wat ze hier in Nederland, waar ze niet eens over zouden durven denken. Dus ik denk dat dat ook wel een beetje zo. Dus wel veel tegenvallers, maar aan de andere kant toch ook heel veel dingen die ja, langzaam maar zeker een beetje in balans komen. Een prachtige voorjaar. Het is ook voor mensen aan de boekkant. Wij wonen natuurlijk prachtig mooi. De titel is niet voor niks van het derde boek. Het is hier net het paradijs. En toen kwam ik op, dat stond ik achter de bouwkant, toen ik opkom ben, omdat ik gasten had.
En dat was een Clara uit Groepskerk. Ze is misschien vanmiddag wel. Die liep bij ons door een tuintje heen. En die zei eigenlijk tegen niemand in het bijzonder. Oh, het is hier net het paradijs. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie titel. Omdat het zo goed weergeeft de realiteit. Aan de boerenkant is het net het paradijs. Het ziet er allemaal prachtig uit. Maar als je kijkt zeg maar eronder. Hoeveel strijd en moeite en tegenslag dat het kost. Dan, ja, dan is het inderdaad heel beetje ja, ironisch bedoeld. Het is net het paradijs. Het is ook een prachtige omgeving. Aan de andere kant zeg ik wel, juist al die goede dingen, die holden ook de slechte dingen weer in balans. Al onze tegenvallers, we hebben ook natuurlijk, wat je het afgelopen half uur zien hebt, ook heel veel leuke contacten. Heel veel mensen die bij ons komen kijken, die het prachtig vinden, die ons helpen, die ons steunen in woord en daad. En dat is gewoon, ja, dan zeg ik altijd, zolang die balans in balans is, dan kun je een heleboel hebben, dan kun je het heel lang volhouden. Zoals bijvoorbeeld, dit vind ik ook zo'n mooie foto, als je dan zo'n lange strenge winter hebt, er ligt geen eind aan te komen. Onze Jonel met zijn eerste ganzenkuikentjes. Yin en yang denk ik dan altijd aan. Het zwart kan niet zonder het wit. Wij hebben natuurlijk ook heel veel te bokken met tegenvallers in de zin van niet alleen dieren die geboren worden, maar ook dieren die doodgaan. Geiten die bij ons doodgaan en die we dan, ja, wij denken wel heel erg zeg maar in een soort economische cirkel. Dat is prima honden voor. Dus dan slachten we de geit en die leggen we in de tuin. En de kippen van Jonel die nemen er ook nog weer een hapje van. Dus zo heb je alles, vult elkaar een beetje aan. Goed, kwaad, tegenslag, voorspoed, yin en yang. De zomers zijn bij ons verschrikkelijk geweldig mooi. En met stralend veel zon en warmte. Maar de Romeinse winters zijn heel erg koud en onherbergzaam. Yin en yang, zo bedoel ik maar. En kijk, om dan bij het voorbeeld van onze twee hondjes aan te sluiten. Want Mini, die zag je net op een zomerstoel liggen. Mini lag op een zomerstoel, helemaal uitgestrekt. En dit is Sisi in de winterkolder, in de barre winter. En die geeft er helemaal niks van. Die ligt hier gewoon in een mandje boek. Als yin en yang, als het goede en het kooien, de tegenslag een beetje in balans met elkaar binnen. Dit past er zo prima zon in één mandje. Mooi, dat vind ik een prachtig mooie foto. Dit is de slotfoto van Wim van Hol. Dit is onze geitenstal in de Warbedemoeris. Hij is inmiddels alweer een klein stukje verder afgebouwd. Maar ik zal je heel eerlijk bekennen, ik vind het nog steeds de mooiste foto die er is. Dus wat dat betreft wil ik deze eigenlijk nooit aan jullie onthullen. De grap is wel dat iemand tegen mij zei, ik heb al 20 lezingen door hè, in Nederland de afgelopen periode. Een heleboel lezingen, een heleboel mensen daar ook over kwamen, dat vond ik echt fantastisch, was echt super. Maar toen was er op een gegeven moment, was er dus ook een man die zei tegen mij van, waarom vind je het toch leuk of waarom wil je in vredesnaam al jouw ellende in je boeken schrijven? Al die ellende in die boeken, wat is daar nou toch zo leuk aan? Ik zei nou, ik zal je het heel eerlijk vertellen. Ik zei, ik heb avond en avond volle bak. Ik zei, en ik weet heel zeker dat als wij mooi geitenbedrijf hadden, met 6 dikke tractoren en ik had een cabrio en ik weet niet wat, zul je dan mijn boek nog kopen? Nee, zegt hij. Ik zei, nou precies. Ik zei, daarom is het dus zo dat wij, als wij die ellende niet hadden, dan zullen we geen boek schrijven, dan zullen we ook geen boek verkopen. Niemand wil dat verholen onder de huren. Wat niet wegneemt, is dat ik nog steeds hoop dat wij zoveel boeken gaan verkopen, dat ik toch een keer die cabrio kan aanschaffen. Dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ik wil geen overgaan tot het einde van het eerste deel, maar natuurlijk niet nadat. Oh, ja. Dit is zo'n een tafeltje, er staat zo'n schuim, dus alles valt er steeds af. Ik denk dat ik doe het zo. Ik wil geen het eerste boek overhandigen. Ik heb hem vanmiddag ook net voor het eerst. Ik ben één weg hoor, maar ik ben er wel. Ik wil heel graag om de vloer te komen. Theo en Rita Oving uit de stad Grun. Die worden er ook wezen. En met een beetje geluk zitten zij binnen handbereik. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja, ik kan het helemaal niet zien, Theo. Maar het is hier zo donker. Toen is hij hier vandaan wel. Ja, lukt dat? Ja, ja, kan dat. En dit is Ad, wat jij hebt natuurlijk allemaal gezien. Alhoewel, ik weet niet of iemand hem herkent zonder de hoed. Het zou ook wel eens kunnen. Maar dan is het echt. Theo. Ja. Theo. En Rita, allereerst hartstikke bedankt dat jullie er zijn. Ad, die hebben ook even wat geitenkaarsjes. Vul
Smit nog, maar die hebben we natuurlijk ook bij ons. En ik vind het heel erg leuk, Theo en Rita, die kennen we al heel lang. We kennen Theo zelfs al van voor het moment dat hij door Roemenië toe ging. En ik vind het echt heel mooi. Jullie helpen ons met raad en daad. Ik bedoel, ook op het moment dat het gewoon heel erg slecht gaat en, of slecht ging. En af en toe ook nog steeds gaat. Ben jullie dan met een luisterend oor en op kunnen horen. En daarom dacht ik, ik wil het eerste boek, wil ik dit jaar, wil ik dat aan jullie overhandigen. Ja. Dit is het. Ik hoop dat jullie het mooi vinden en dat je ook doet oppikt. Wat veel mensen ook al een klein beetje vinden, dat het toch allemaal wat beter lijkt te gaan. Ja. Alsjeblieft. Ja. Heel veel plezier, weet. Oké. Beste mensen, ik stel voor dat het nou pauze is. Ik wil weer lang genoeg aan het woord wezen natuurlijk. Hartelijk dank voor jullie aandacht voor het eerste gedeelte. Ik wil pauze rond. Dat betekent ook dat de band van Leo Hegge, die kennen we ook al van vorig jaar, toen was hij samen met Louis Jansen en Ferdy Verhorst. Dit is de song met trio Fello. Die speelde in het foyer voor ons. Die keer een koffiedrink of een anders. Er binnen natuurlijk, oh ja, boeken te kopen. En we hebben ook een immense berg van onze Roemeense geitenkaars hebben we meegenomen. Dus ik hoop dat jullie ons allemaal met een bezoekje vereren daar in de foyer. En nogmaals, wie het nou leuk vindt om ook te leren buikdansen, die kan zich ter plekke opgeven voor de buikdansgroep van Tineke. Dank jullie wel voor je aandacht. Tot straks.